Heb jij yoghurt besteld? Eline denkt natuurlijk weer aan het broertje. Zijn jullie gelukt? Ja hoor. Yes, best. Jou vergeet ik niet. Ja, we moeten in de rij voor de ijssalon. Vandaag. Kan je ook nog even vertellen? Ja. Nou, wij zijn aan het ontbijten. Nou ja, eigenlijk is het een lunchje, want het is half één zo. We waren een beetje laat vandaag. En we hadden een lekker smoothie. Nou, het is een smoothie hier. Ja. We willen eindelijk met tombolinos gaan vandaag, maar het is al wel een beetje laat. Dus we gaan gewoon lekker een dagje naar de lagoon. Morgen gaan we naar de markt en naar het strandje. En dan gaan we maandag naar Tourmaline, hoor. Je hebt een paraplu om mee te spelen, hè? En dan gaat hij de camera uitzetten en aanzetten, want de andere zit op een andere tafel. Binnen moet je dus maar max 4 aan de tafel zitten. Dus we zitten verspreid over de zaak. Heb jij yoghurt besteld? Ja. Moeten we zo aan? Mama, meer. Ja, wij zitten hier. We moesten op drie tafeltjes verdeeld zijn. Ja. Maximaal 4 binnen en 6 buiten. Ja, ik zei altijd, het is ontbijt, maar eigenlijk een lunch. Met jullie eten er. En ik dacht, dan neem ik een salade, maar dan komt pas nog 1 uur. Ja, ik kon alleen naar het ontbijt. Dit is best wel klaar. Ja. Zo, dat is wel een avocado. Oké, okay, dus een beetje gepocheerd erg, hè? Weet je wat dat is? Ja, dan wordt je zeg maar zonder. Dan wordt je zonder schil gekookt. Ja. Wat heb jij besteld, Jan? Ja. Klein Engels. En jij? Ik pancakes. Ik ook. Volgens mij heel veel pancakes. Ja, ik dacht ik neem lekker zo'n Turkse salade stond erop. Ah. Dat is vegetarisch, denk dat neem ik. Maar die toppers zien er ook goed uit. Oh. Heb je de kaart geklikt? Maar eens kijken. Nee, wij hadden het laatste moment gegeven. Ja, we hadden geen kaart. Oh. Dus we hebben heel snel beslist. Ja, het is echt hier binnen. Oh. We hadden heel snel beslist. Hoe is het? Wat is het heel snel beslist? Heel snel besloten. Besloten denk ik. Gewonnen staan. En dan met brood, met aioli. Oh, en het zijn eentjes 3 en 4 is 10 euro. Ja. Oh, dat is leuk, ja. Hartstikke leuk gedaan. Ja. Ik ga kijken of volgens mij mijn eten daar. Ja, dan gaan we hier een keer tapas eten. Smakelijk! Engelse tapas. Engels is het. Engelse tapas. Maar heel Engelse. Wij zijn terug van het ontbijten lunchen. En Jan is even naar de supermarkt en hij zit hier dus. Ik noem het altijd Chinatown. Het heet China Home. Het is eigenlijk een, ik noem het maar een action, een grote action. Het spulletje uit China. En wij waren er wel benieuwd naar, dus Adelief en Eline gaan even mee. En we gaan even samen kijken wat er allemaal te vinden is in China Home. Eline denkt natuurlijk weer aan het broertje. Slippertjes en een... zwembroek. Spiderman. Misschien hadden we een mandje mee moeten nemen. Oh, hier had ze heuptasjes gehad voor papa. Zie je? Ja, oh, ja. Voor mij. Nee, heb je niet nodig. Dat heb je eigenlijk niet meer nodig, een meisje. Leuke slippertjes, Portugal. Okay. In Spanje. Het is hetzelfde wat hij nu heeft. Ja, maar hij is blij met dit tasje, volgens mij, wat hij heeft. Ja. Hey. Dit is wat. Oh ja. Maar dat is wel iets anders. Iets groter volgens mij. Hoe kost die? €12,95. Dat is goedkoper denk ik dan wat die... Ja. Ja? Oh nou, ik ga nog even hier een rondje lopen. Kijk, dit vind ik ook allemaal leuk. Die, zijn dat? Ja, dat zijn van die zomerjurkachtige dingetjes. Mama, ik ga ook even een rondje lopen. Ja, even ga maar lekker kijken. Nou, zo ziet het er dus hier uit. Het is natuurlijk een hele nette winkel. Allemaal met ingekochte uit China. Zijn jullie gelukt? Ja hoor. We gaan paella maken. Wanneer? Ik weet niet of jullie hier max meegenomen voor paella. Kun je morgen misschien wel maken dan? Morgen bij de barbecue. Ja. Als rijstgerechtje zeg maar. Ja. Ja?
even. Ja? Ik wilde het filmen. Oh. Het is echt fijn. Er moet nog even eentje achterin, schatjes. Kom. Maddie, ga jij dan even daar zitten? Ja, jullie moeten even zijn stoelen en Maddie kan gewoon hier. Oh, nou kom jullie op. Junior, ik laat het zo meteen al eens zien. Ja. Kom hier wat aan. Even goed vastmaken. Kunnen we... Manlief vond een hele leuke winkel. Ja? Een soort action, hè? Zie je iets handig? Ja, dat is zonder bril. Ja. Staat er mooi, hoor. Heel stoer. Wacht. En heb je allemaal poppets gaf? Eén. Ja, en het uitbril? Deze, ik heb ook nog een uitbril. Wauw. Dus de action van Spanje, hè? En we hebben ook nog iets voor ons allemaal. Oh. Oh, wat hebben we voor ons allemaal? Oh ja, ja. Ja, dat klopt. Iets waar we allemaal mee kunnen spelen. Ja, ik pak het nu even. Het is op zaterdag wel heel druk in de winkels in Spanje. Ja? Zo, hier niet. Heel druk. Naar een middagje strand bij de lagoon gaan we uit eten in Estepona bij een Thai. Daar zijn wij geweest toen we alleen junior hier hadden. Vonden wij heel leuk en lekker. Kinderen zijn niet zo van het oosters bij ons, maar ja, helaas pindakaas moeten ze wel een keer mee. Staan jullie allemaal klaar? Ja. Zullen we gaan? Yes. Ja? Ja. Oké, nou ga maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Eline, 8. Mama. Ja. Les best. Jou vergeet ik niet. Nee, anderen ook niet, maar nee. Hou uw huisje. Slot? Ja, deur even op slot. Dat is wel belangrijk. Er is hier... wij waren een beetje slordig. En toen wij voor het strandje waren en zo, lieten wij elke keer gewoon de deur open. Maar nou is er een maandje geleden, s'nachts, bij 3 appartementen ingebroken die de deur open hadden. Gewoon s'nachts slapen met de deur open. En wij deden ook toen wij hier waren. Dus we hebben wel geleerd om dat altijd wel goed de deur op slot te doen. Dat is toch wel heel belangrijk. Keer... Thuis doen we het altijd ook wel, maar hier heb je toch, het is beschermd gebied. Hè, want er zit hier een slagboom bij het begin, er is hier bewaking. Er zijn altijd 2 bewakers en toch is het ze gelukt. Maar ze zijn hier door de hoofdpoort gekomen, maar over het hek geklommen aan de zijkant van het terrein. Eigenlijk een beetje door onze tuin, want wij zitten hier aan de zijkant. En dat is gewoon 's nachts gebeurd. Met de auto kun je hier niet komen. Dus heel veel kunnen ze niet meenemen, maar ze zijn wel in 3 appartementen geweest. Dat is het eerste in 12 jaar sinds het hier bestaat, zeg maar. Dus voor ons wel een les om ervoor te zorgen dat we het altijd goed op slot doen als we weggaan. Niet zo heel moeilijk. We zitten bij een hele kleine Thai. Hij heet daarom ook Mini Thai. En de regels in Spanje zijn buiten dat je maximaal met 5 aan een tafeltje mag zitten. En buiten 6 en binnen 4? Of buiten 6, ja. En binnen maximaal 4. Dus we hebben de 2 tafels. Daar zitten de 4. En wij zitten hier eigenlijk met z'n 5, maar de kleine hier, kijk, die ligt lekker. Ik heb de pitten. Ja, wij zeggen daar zitten de 4 grote. Nee, er zitten de 4 stoeren. Oh, ja, ben ook de mini Thai Uber. Thuisbezorgd. En daar zitten ze lekker te kaarten. En wij gaan ook iets van kaarten doen. We kennen dat spelletje niet, dus dat moeten jullie maar leren. Ik weet ook niet hoe het werkt. Nee. We doen daar gewoon. Maar krijgen wij Uno les. We spelen het gewoon, het is heel makkelijk. En we hebben allemaal Thaise gerechtjes. Doe jij mee? De zon schijnt hier wel fel, hè? Doe jij maar niet? Huh? Het is echt niet normaal hier, die zon. Zat je wel heel mooi, hoor. Zat je wel heel mooi. Jullie zijn echt raar. Zullen we even de glazen zoeken? Ja, het is gewoon 8:30 en we gaan avond eten. Zegt in Nederland, er gebeurt echt never, nooit niet. Gek is dat. Je hebt hier ook minder honger. En je gaat wel laten ontbijten. Nee, dan gaan we meestal 5:30 of zo.
Ja, en hier hebben de meesten hebben nog niet gegeten hier, hè? Wij zijn ja, nog en vroeg. Dan moeten jullie naar bed, want dan moet je gewoon nog in de school. Nou, dan ben je vrij, dus ook anders kan je wel later naar bed, wat later uit bed. Maar mama, hoezo even Spanjaarden dan zo laat? Omdat die siesta's middags hebben. Die slapen smiddags altijd even. Slapen smiddags en dan eten ze daarna zeg maar nog niets en dan de avond komt het later. Ja, dat is pas een gigantische winkeltje dicht. Ja, dat is zo wel leuk. We zijn klaar bij de Thai. Floor is gewoon de rekening gaan vragen. Ik heb al. Oh, jij. En hoe zei je dat? La cuenta por favor. Kijk eens naar mij. Hoe zei je dat? La cuenta por favor. Heel goed voor jou. High five. En wat gaan we nu doen? IJsje. Er zit hier een stukje verderop een ijssalon. En die zagen wij de vorige keer, maar toen konden we hem niet meer vinden. Maar nu weet ik het wel weer. Dus dan gaan wij een ambachtelijk ijsje halen, want er zat ook een ijsbreidersruimte. Hoe fijn met poppetjes. Kijk. Ja. Nee, ik hou niet zo van poppetjes. Echt? Zoals ik zo'n... Oh, ja, voor haar. Voor haar. Hoe is dat, Pees. Nee, voor jullie geld. Oh. Er zat een ijskeuken, dus als ik dan een ijskeuken zie, dan wil ik daar naartoe. Mijn ijskeuken waar ze ijs maken. Die zit daar bij die ijssalon. Hij valt mee. Zou ik het zeggen? Zeg het maar, het is voor 10 personen. 143. Dus dat is 14,50. Dus 14,50 euro. 15 euro. Nou, allemaal een drankje en eten. Ja. In Nederland gaat dat niet. Oh ja, tuurlijk. En Eline betaalt. Maar met mijn portemonnee. Dus pak het er maar uit. Ik hoop dat ik zoveel bij heb, anders moet je bij je moeder zijn. Ja, we moeten in de rij voor de ijssalon. Eline, een beetje aan de kant dat er mensen op voetpad er voorbij kunnen. Dat is lang geleden dat we in de rij hebben gestaan voor de ijssalon. Voor een ijssalon. Nou, iedereen heeft zijn ijsje. Ja, en het Eline was als eerste. Die is op. Die heeft het ijsje op. En Floor was als laatste. Komt net aan. Die kan nog even genieten. En ik? Nee, maar jij bent niet zo snel. Het is wel heel lekker ijs. Ja, ik zou ook wel zonder kleurstoffen, zonder smaakstoffen, zonder conserveringsmiddelen. Ja. Dat proef je gewoon, dat is ijs. En dat kan je ook altijd zien. Er staat vaak een ijsmachine. En vaak is de presentatie ook, mensen zijn er wel meer mee bezig. Echt ijs. En die bakken die zien er niet allemaal hetzelfde uit. Nou, ik hou wel van, ik vind het wel leuk. Daarom is het hier ook druk. Ik heb zelfs een smaak die ik zelf nog nooit gemaakt heb. Karamel met pijnboompitten. Ja, dan zie je meer hier pijnboompitten. Ik heb die ook. Dat is die hier vaak. Maar dit was weer een dagje uit ons Spanje leven. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze klok van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer en we hopen dat je abonneert. Houdoe. En zullen we nog steeds gaan of niet? Want 10 euro zei hij, hij liet de tientje zien. Ik zei, hey, het is goed met jou. De poppetkraam van de markt. Nou, er wordt hier heerlijk gekokkereld.